Hoi en welkom allemaal bij de Vrijheid van de Beperking. Ik ben Jeffrey en vandaag is het 21 juli. Wij gaan vandaag naar de kermis. Ja, ja, ja. Want daar gaan wij vooral kijken hoe het nou aan toe gaat. Want de corona is er en er zijn maatregelen. En het zou eigenlijk niet doorgaan. Er staan nou minder attracties. Maar hey, daar moet de pret niet erven toch? Vervolgens vergeet niet te liken, te delen of te abonneren. En vergeet die notificatiebutton ook niet, dan krijg je iedere keer een leuke melding als ik een update plaats. En dit mondkapje hebben we niet voor niks, want die gaat op tijdens de opnames van de kermis. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het gegaan is, hoe het is? Yo, blijf kijken! Wij zijn op de deur van de kermis. Zoals jullie kunnen zien, ik draag een mondkapje. Maar wij gaan erin, want ik ben benieuwd hoe het allemaal geworden is. Anderhalve meter en heel... Oh, handen desinfecteren. Ook altijd lekker makkelijk. Heel handig. Mijn handen zijn gedesinfecteerd en we gaan even rustig kijken op de kermis hoe het eraan toe gaat. Dit is de eerste attractie op de Bester. Ja, niet echt vervallen. Fokken, dat is ook altijd leuk. En dan gaan we even verder kijken naar wat er nog meer staat. Nee, daar kunnen lekkere chips halen, denk ik. Curvende chips. Voor de kinderen. En daar hebben we het leuke gekkenhuis, soort van. De Booby Trap Hotel. Het is nog niet echt druk, maar we zijn er net als we er net open zijn. Dus de drukte komt nog wel. Dan dat ik verwacht had, dat is wel fijn. En in dat ding ga ik niet in. Moet je kijken hoe hoog dat was. Oké, dat gaan we nog een keer doen. Dat gaan we nog een keertje beleven. Veel te gevaarlijk voor mij. Niks voor mij. Dit zit er ook nog aan van. Wacht hè. Oké. Nou, dit is de wild thing. De... Ja.
Dat was het reuzenrad. Op naar het volgende. Aardig wat mensen opheen, dus oppassen. En ja, we gaan gewoon een leuke tijd hebben. Maar moet je mee naar het Koninkplein? Oké, ze zijn nog niet opgestart, maar dat moet niet. Ja, het ziet er heel indrukwekkend uit, dat wel. Maar iets te hoog voor mij. Ik blijf lekker met beide benen op de grond en ik ga lekker doen waar ik goed in ben. En net filmen. De winterpark die gaat zo beginnen. Free chocolate. Dat kunt je chocolade als je wil. Maar dit gaat reuze snel, moet je zien. En natuurlijk het dachten, niet te vergeten. En je kunt daar geweldig het rijtje halen. Wel verstandig rekenen. Daar hebben we natuurlijk voor de kleintjes. Altijd leuk. Kinderen naar de toekomst. En chillig kun je daar halen. Altijd lekker. Maar ik doe aan de lijn, dus ja, ik moet erop letten. Hey, als je goed kunt schieten, moet je dit proberen, man. Dat is wel leuk. Hun, liever dan ik. Ja, dat kun je hier ook doen. Je kunt hier van alles doen. Dat eigenlijk ieder jaar, maar nu staat er veel minder. En er zijn ook minder mensen op been, kom ik achter. Dat is wel fijn. President, lijkt me ook eens leuk, maar kun je niet hebben. Oeh, fucker. En de camera ploeg. Oeh, maar wie wil dat niet zijn? Ik weet het niet, ik kom maar op één manier weg. Maar, ja, dat was het alweer. Er is wel de funhouse. En wij gaan terug naar huis, omdat ik het genoeg vind. Dus ik wens jullie allen een hele fijne dag. Hopelijk gaat u nog naar de kerk met Sony. Hey, heb je een leuke vlog gehad? En vergeet niet te liken, niet te delen of te abonneren. En later!